Hoe is het met jullie? Allemaal nog gelukkig nieuwjaar en zo, weet je wel, die flauwe koolwanten. Nou, open zijn tienste nieuwjaar is echt geweldig begonnen. Ja. Even wachten, even het slokje door, dan moet ik even drinken. Op scheithuis moeten we altijd even... Dus op een gegeven moment komt Bepje bij mij aan tafel zitten. Ja, leuk vrouw, ze zegt... Opa Tinus, heb je zin om met mij vannacht het bed te delen? Ik denk, laat me geen tweede keer zeggen, niet weet je wel. Dus wij sloffelen naar de kamertje toe. En Bepje begint, steunkousjes uit, de corsetje uit. Ik mijn onderbroek, mijn gele vlekken uitgetrokken. Wij belanden daar in bed. En ik begin zo een beetje zo te voelen. Ze lag met de rug naar me toe. Tussen de bordjes ging ik heen. Door het eerste, tweede deel en vierde vetrolletje. Langs de rug weer omhoog. Weer eens een keer bij de hals gezeten. En ineens stop ik ermee. Dus ze draait zich om en zegt, nou Petinus, waarom stop je ermee? Zeg, ik heb de afstandsbediening van de televisie gevonden. Toen ging wel het licht uit. Gaan we een steltje taal rekken?